Hallo allemaal, mijn naam is Barbara van der Boom. Ik zit in Lexmond, in een creatieve atelier. Door omstandigheden doe ik gesloten op het moment. Ik hoop dat het goed gaat met iedereen. En we gaan gewoon lekker knutselen om de gedachten een beetje te verzetten. Wat gaan we vandaag maken? We gaan eigenlijk een soort mannenkaartje maken. Tenminste, ik vind het, doordat het streepjes heeft, echt een mannenkaart. Ik ging hem maken, toen dacht ik, lijkt ook wel een beetje op een pyjama. Maar goed, het valt mee, denk ik. Dit kaartje heb ik op Pinterest gevonden. En haar naam was Caroline Benny. Zij had hem echt heel duidelijk. Ik had hem al meer gezien op Facebook en zo. Maar zij had hem heel duidelijk uitgelegd met foto's en tekst. Dus ik zal haar naam en haar link hier naartoe voor jullie delen. Op mijn blog straks. Je vouwt hem open. Zo. En dan heb ik hier een kaartje met gefeliciteerd. En hier had ik een envelopje gemaakt op maat. Die er zo in glijdt, zodat je er altijd iets in kan stoppen. Een kaartje past erin. Volgens mij past er zelfs een cadeaukaart in. Maar dat weet ik niet zeker. Zal ik even snel kijken? Ja, dat doe ik niet 1, 2, 3. Een cadeaukaart. Dus dan mijn kaart van dat oud papier. Maar ja hoor, past prima. Dus er past een cadeaukaart in. Maar er kan natuurlijk ook geld in. Of zoiets. Geld of cadeaukaart past erin. En dan kun je hier je tekst nog kwijt. Als je dat niet wil, dan kun je natuurlijk ook gewoon een papiertje inschuiven. Daar had ik volgens mij ook al een maatje van. Zo, papiertje erin. Dan is hij iets langer. Dan zou hij 10 centimeter moeten zijn. En dan kun je hier gewoon je boodschap schrijven. En dan kan hij hem eruit trekken. Dat is ook nog een optie. Dus dit kan op meerdere manieren. Ik ga hem nu maken met het Country Club. Even kijken hoor. Country Club designer papier. Dus het wordt een soort golf shirtje, zeg maar, denk ik. Zoiets. Ik moet even kijken hoe ik dat helemaal ga inpakken. Dit is mijn malletje. Om te laten zien hoe die gemaakt is. Dit is gewoon een formuliertje van. Even kijken, de maat is 15,2 centimeter bij 25,5. En je kunt hem scoren, maar mijn ervaring laatst was dat het beter werkt als je hem gewoon vouwt. Omdat er toch soms een millimeter verschil in zit. En dan sluit hij niet mooi aan in het midden. Dus we gaan deze gewoon zo vouwen. Ben ik weer mijn vouwbeen vergeten. Even goed zorgen dat hij op elkaar blijft liggen tijdens het vouwen. Zo. Dan is dat de eerste vouw, dus door het midden. Dan is de volgende vouw van het midden naar dit stuk. Hier naartoe. Vanuit de zijkant naar het midden vouwen. Wat ik dan handig vind is dat ik dit omhoog til en hem er dan in het midden in ieder geval vast tegenaan zet. En de vouw in doe. En dan hier zo. Hier even kijken, hier kom ik ook uit. Zo. En dan ga ik toch even snel zo, denk ik, mijn vouwbeen pakken. Want die heb ik toch echt even nodig. Moment. Opgeruimd. Zo ruim ik nooit wat op. En deze had ik gewoon weggelegd. Zo, dat is één. Dan gaan we naar de andere kant. Die vouwen we eigenlijk ook zo. Even kijken hoor, zo dan. Dus die vouwen we direct hier tegen die andere aan. Dat je kan ook gewoon scoren en dan die vouw vouwen. Maar ik had dat de allereerste keer bij mijn proefdingetje gedaan. Dan hield ik ruimte over in het midden. Dan heb ik gewoon echt wel zeker weten dat ik het netjes gescoord had. Het scorebord. Op een of andere manier zit er dan toch ergens een millimeter verschil. Ik vind het mooier als ze helemaal aansluiten. Even kijken, zo. Zo. Dan moeten we 2 centimeter hier vandaan omvouwen. Dat doe ik in dit geval even met. Dit doe ik wel even scoren. Die 2 centimeter. 2 centimeter is hier.
zo. En dan teken ik ook even kijk, 11 centimeter hier vandaan heel licht af. Dus vanaf de... Wacht, gaat snel. Dus we hebben hem nu zo gevouwen. Dan doen we aan één kant 2 centimeter naar achter vouwen. Kom ik zo op terug. En vanaf de onderkant, dus dit is nu de bovenkant met die 2 centimeter vouw. Vanaf de onderkant, dat is dus de andere kant. Die leg ik er ook nog even op. Die leg ik op 11 centimeter. En dan doe ik hier in het midden even een dingetje. Met mijn scoring tool. Dat zie je bijna niet terug. Maar het geeft net een tekentje vanaf waar ik zo meteen moet vouwen. Dan gaan we, hebben we hem zo voor ons liggen met de opening naar ons toe. Even kijken hoor, doe ik het nou goed? Dan moeten we hem anders omvouwen. Nee, zo. Ik doe het wel goed. Zo. Dus we hebben hem omgevouwen naar achteren. Met de opening aan de andere kant. Dan draaien we hem weer om. En dan pakken we allebei die punten. En die punten die brengen we naar het midden. En die brengen we daar bij elkaar. Het is echt met het DSP wel een beetje. Je kan nog een beetje spelen door het kraagje iets meer open te zetten. Iets meer. Maar zo kom je... En daarom had ik ook echt mijn scoring tool nodig. Dan komen ze een beetje tegelijk. Ze moeten gewoon als puntje bij elkaar komen. Dan doen we deze als eerste. Zo. En deze hier. Zo. En aan de andere kant kan ik net iets, zit ik er net iets meer boven. Zo. Scheelt ook nog wel eens als je hem... Dan hebben we hem zo. Dus dan is de kraag, zeg maar, die is gemaakt nu. Zo. Dan had ik hier dat tekentje gezet. Dat zie je bijna niet op 11. Dan ga ik daar vandaan. Even kijken, hier zit hij. Ga ik deze omvouwen. Zo. Naar de onderkant. Dus deze komt hier. En deze vouw komt dan hier. Zo. Doen we die ook even aan duwen. Dat is 1. Dan naar de andere kant. Doen we ook hier. We verklappen dit zo open. En we vouwen hem tot hier dan. En ook deze scoren we even. Nou, zo. Dan kan hier dus je kaartje in. Of het envelopje. Nou dacht ik, misschien is het wel leuk om hiermee dan weer een envelopje te maken. Wat we zo... En dan wel een envelopje wat we gewoon zo dubbel vouwen. Of we doen hem zo. En dan... Nee, en dan toch... Wat leuker is in dit, om dat in dezelfde dingen te doen als dit papier. En dan ook nog wel dezelfde richting. Dus ik ga hem even afsnijden op. Want hij moest zijn... Wat had ik al? 7 bij 10. Dus het wordt sowieso 20. En deze heb ik zo nog niet gemaakt, hè. Dus dit is... Even uit de losse pols. Nou, dit is ook precies 20. Dat, en dat wordt hij is 7. Dus we doen hem op... Even kijken, op 8 afsnijden. Denk ik. Centimeter plak. Ja. Zo. Dat is 8. En dan doen we hem hier scoren op. 10. Deze. En deze scoren we op een half. Dus of dat dit wat wordt, dat weet ik niet. Dat hopen we maar. Ik heb hem nog niet zelf gemaakt. Ik had zoiets in mijn hoofd.
En toen dacht ik, oh, is het misschien wel leuk om zo te doen. Even kijken, dit gaan we dubbel vouwen. Hier zo. Zo, zo. En dan gaan we deze ook naar binnen vouwen. Deze naar binnen vouwen. Hier gaan we er eentje van wegknippen. Ze worden dan hele dikke bloeding. Het ziet er echt prachtig uit buiten. Maar als je buiten loopt vandaag. Vandaag is het maart. Doe ik veel zicht. Ik ben echt alle dagen kwijt. Het is een zaterdag in maart. In 2020. Het is echt verschrikkelijk. Ik weet gewoon. Oh, de 21ste is het natuurlijk. Want wij zouden demodag hebben vandaag. Met het tulpenteam. Dan zijn we vanochtend met z'n allen live geweest. Dat was heel gezellig. Tenminste, Ellen was live. Mijn upline, zeg maar, Ellen Liefding was live. En wij hebben meegedaan met een mooie kaart. Die is ook van de week op mijn blog laten zien. Kijk, zoiets. Dan kan hier een hapje uit. Hier moet tape op. Ja, ik ga even tape pakken en een, iets om een hapje ermee uit te halen. Tape. En een... hapjes. Die staat uit. Maak je maar. Deze. Nou. Uit mij, hè. Dat envelopje had ik dus gemaakt. Om erin te passen. Dat kun je op je scoring tool doen als je de maat precies weet. Maar goed. Dat ga ik nu niet laten zien. Het duurt eigenlijk iets te lang om dat nu nog te doen. En mijn stampjes duren eigenlijk al veel te lang, vind ik zelf. Al het geknipt en gedaan. Zo. Ik heb de hoekjes er even afgeknipt. Waarom? Als je hem zo dubbel vouwt, anders krijg je zo'n hele dikke prop hier onderin. Ik heb hier iets niet goed gedaan. Even kijken. Gewoon op het oog even bijknippen. Ik moet even wachten tot ik hem vastgeplakt heb. Zo. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. En een hele hoop dingen die door op het moment zicht. Maar goed, dan is het leuk dat je een leuk team hebt. En dat je met elkaar op deze manier toch. En daarna zijn we met z'n allen even live geweest in Messenger. Dat is dan ook weer heel grappig. Oh, ik vergeet wat. Zie je? Ik vergeet mijn hap. Even een hapje eruit. Kan deze kant hier weer terug in. Zo. Dat is dan eigenlijk al heel erg grappig. Vind ik zelf. Jullie misschien niet. En dan vouwen we. Dan zijn we dus zover klaar. Ja, hier komt zo nog iets op. Maar ik ga het eerst even vouwen. Nou, wat we dan doen. Even alle zon aan de kant. Is dat we deze omvouwen. Hier naartoe. Die plakken we achter die dingen van die. Achter de kraag, zeg maar. Hier zo. Nou, kom op. 20.000 keer doen. En dan druk je hem plat. Dan vouw je hem zeg maar plat met je vouwbeen. En dan blijft hij gewoon heel mooi zitten. Zie je? Komt hier die kaart wel iets naar boven, maar die heb ik nu alweer weg. Zo. En dan is hij in grote lijnen al klaar. Maar goed, we gaan hem nu natuurlijk nog een beetje versieren. Ik ga hier nog iets opzetten in het... Even kijken hoor. Wat had ik nou? Dit is... Die ging ik niet meer gebruiken. Van de nieuwe stempel set. Bedankt. Dankjewel. Gelukt. Het wordt de verjaardags. Maar ik kan wel iets hier opzetten.
Ik ben even op zoek naar de tekst van ons allemaal. Dat is hier. Die past mooi hierop. Even omdraaien. Ik heb ook een aantal blok nodig. Want die is te lang. En inkt ben ik gewoon vergeten. Oh. Ik ga even snel inkt pakken. Dan ga ik even voor Garden Green. Want dat zit hier in dat groen. Of ga ik voor... Ik ga voor Night of Navy. Dat mooier. Even kijken van ons allemaal. Kijk eens. Nee, niet mooi. Ik heb geknoeid. Enorm geknoeid. Van ons allemaal. Zo dan. Beter. Knippen we gewoon even af zo. En die doen we gewoon. Even kijken, gaat die hier precies zo? Van ons allemaal. Ja, past daar precies. Deze even hier tussen. Ik had vorige week die andere kaart eigenlijk gemaakt voor een verjaardag waar ik naartoe moest. Ja, uiteindelijk ben ik niet geweest. Want zijn moeder is ziek. Tenminste ziek. Die moest geopereerd worden deze afgelopen week. En ik was die week daarvoor in het ziekenhuis geweest met mijn jongste dochter langs een kaakchirurg. Ja, denk je ook niet bij na, hè? Die afspraak staat al maanden. En dan ga je gewoon. Maar goed, toen kreeg ik dus vorige week vrij vlot in de week daarna een brief dat ik contact had gehad met iemand die besmet was met corona. Dus toen heb ik eigenlijk uit wijsheid maar besloten om niet te gaan. Want stel je voor dat ik zijn moeder wel geïnfecteerd had, dan had ik mezelf dat nooit vergeven. Ik ga ondertussen door. Ik heb inmiddels een wit papiertje gesneden van 7,5 bij 7. Ik had 7,5 bij 7,5, maar dat werd iets te groot aan de zijkanten. Daar doe ik op bovenin gefeliciteerd. Vandaag gaat niks meer recht, zou ik zeggen. En die gaat dan even kijken hierop. Zo. En dan is er nog ruimte genoeg om er iets op te schuiven. Zo. Dan gaan we hem hier zo dicht doen. Dus als je een golvend opa, oma, schoonvader, vader, kan ook nog, hè, hebt, dan zou er ook een bon in kunnen voor een golfuitje. Kijk, en dan ook hier een stukje grijs op het midden. En als ik te twijfelen of dat ik hem helemaal doe, of dat ik hem tot en met hier zou doen, kan natuurlijk ook nog. Zo. Dan wordt het een soort polootje. Dat is ook leuk. We maken er een polo van. Zoiets. Ja. En gaan we dan voor dat grijs of is dit wit leuk? Nee, grijs vind ik wel leuk. Dat contrast vind ik leuker. Deze doen we hier. Zo. En dan had ik al knoopjes gemaakt in de verschillende kleuren die in dit papier zit. Dat is een poppy red. Ik heb ergens iets aan mijn handen zitten.
En Garden Green. En Crushed Curry. Die ga ik er gewoon zo op doen. Even zoeken waar ik mijn die heb gelaten en waar nou mijn picking tool is. Hier zo. Die ga ik erop zetten met een kloedotje. Dat werkt dan toch het prettigst met zo'n klein frummeltje. Zie ik nog in mijn beeld. Even omdraaien. Oh, oh, oh. Zo. Dat is de eerste. Volgende. Opschuiven. Dat is de tweede. En dan komt hier de derde. Nou, we zien niet. Ik vind hem echt heel leuk. Ik vind het echt, al zeg ik het zelf. Het is mijn eigen ontwerp. Zit ik heel even te denken of ik hier nou nog een iets van een zakje ga maken. Ik denk het wel. Zit ik even te denken hoe ik dat ook alweer de vorige keer gedaan had. Volgens mij heb ik gewoon zo wat afgesneden. En dan ga ik heel even iets pakken. Nog. Ja. Dit is de Classic Label Punch. En dan doe ik hem gewoon, even kijken hoor. Aan deze kant doe ik hier wat. Ik denk dat ik dit leuker vind. Iets kleiner. Denk ik. Kijk. Dan hebben we een zakje. Het zou in verhouding iets groter mogen. Maar hij verbergt mooi net die vlek die ik hier gemaakt heb. Met vieze handen. Zo. Maar het is ook wel grappig om er een zakje op te maken. Zo. Ja, zo is hij helemaal klaar. Nou, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ga zeker weten vermelden van wie ik deze gevonden heb. Maar wat ik zeg, er zijn meer variaties van dit in omloop. Alleen, ja, ik vond deze het beste uitgelegd. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden. Even naar de andere kaart. Ik ga ze in ieder geval op Facebook of op mijn blog zetten. En mocht je nou denken, goh, wat leuk. Maak hem wel zelf. En ik ben benieuwd hoe jij hem gemaakt hebt. Ik wens je in ieder geval een fijne dag. Ik hoop dat het dat iedereen gezond blijft. En dat het goed gaat met iedereen. Het is leuk om wat van je te horen. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.